Ja. Hier ongeveer. Hallo iedereen en welkom in een gloednieuwe video. Vandaag staan wij dus, ja, achter mij is er nu geen huis. Het verlaten huis is daar aan de andere kant. Maar hier is een verlaten zwembad. Dat hoort bij het huis. Het is een heel groot terrein eigenlijk. Het is wel onderhouden, maar het is zeker en vast verlaten. Dus we gaan gewoon dit huis checken en we nemen jullie natuurlijk weer mee op een rondleiding. So, let's go, let's explore guys. Dus dit was eigenlijk een oprijlaan. Wat we hier zien, zooi allemaal, hop. Dat was eigenlijk hun voordeur aan de zijkant en dat was echt de voorkant. Het is een best groot huis. En jongens en meisjes, zoals jullie kunnen horen, is het zot hard aan het regenen weer al. Dus we hebben altijd brute pech met het weer. We hadden gezegd dat het niet ging regenen, maar... Een toffe verwelkoming. Dus dit was waarschijnlijk een van de, ja, de woonkamers zeker. Stay out, ze hebben hier wel een spookhuisje van gemaakt. Ja, de lucht hier wel, amai. Ah ja, dat is van de schimmel. Ja, leeg hè, mannen. Komen we hier in de keuken. Dat is eigenlijk gewoon waar we zijn binnengekomen. En een oven. Oeh, de kelder. Aha, dat is een weggetje naar de garage volgens mij. Yep. Maar spijtig genoeg geen auto. Zou wel nice zijn. Echt zo'n verlaten huis. Met zoals de auto er nog in. Of zo'n scooter of een bike of een fiets. En dan bijvoorbeeld die auto die er nog staat. Dat zou echt wel zotgraaf zijn. Ik weet dat er ooit een villa was. En die noemde Villa BMW. En er stond effectief in die garage nog een fucking oude oldschool BMW. Maar... die is eruit gehaald, dus dat is ook niet meer de moeite om naar daar te gaan, want het huisje zelf is eigenlijk niks waard. Dus, hoe? Dan gaan we hebben de benedenvloer eigenlijk al zo goed als gedaan. Dus nu gaan we upstairs. Eens kijken wat we daar kunnen vinden. Misschien nog een bed, misschien niks. Misschien even leeg als beneden. Who knows? Die hadden zelfs een soort van waterput, precies. Ik heb er nog niet in gekeken. Ah, maar er zitten alleen maar bladeren in. Nee, bladeren.
I kill you. Oké dan. Oh, die badkamer ziet er echt nog wel proper uit. De vandalen hebben wel hun werk gedaan. Er ligt letterlijk nog een stukje zeep aan de lavabo. We hadden wel veel badkamers. Maar deze is eigenlijk niet zo echt vet. De kamers zijn leeg. Zwembad zien en hier binnen zo'n soort van, ik zou bij een brok niet meten. Precies een toog of zo. Zo. Ik heb nog een beetje naar geschiedenis gezocht van deze verlaten grote, gigantische villa met zwembad. Maar spijtig genoeg heb ik niks gevonden. Ik kwam altijd uit op Villa Steen, dat is een andere urbex locatie. Maar ik zou zeggen, bedankt om te kijken iedereen. Hopelijk vond u deze video leuk. Dus thumbs up, subscribe op ons kanaal Exploring Crew SNL. Er komt nog zoveel meer aan. We zijn er een tijdje tussenuit geweest omdat het slecht weer was. Mijn auto is kapot nog steeds. Mijn remmen zijn kapot, dus er is minder urbex. En we hadden ook examens en heel veel schoolwerk. Dus er komen nu terug iets meer urbex video's op ons kanaal te staan de komende weken en maanden. Dus ja, nogmaals bedankt voor het kijken en see you in the next urbex video, guys.